Weten jullie al wat jullie na de MBO gaan doen? Nou, eigenlijk wel hetzelfde ook. Gewoon even een bedrijfje opstarten. Ja, gewoon een restaurantje starten is hartstikke leuk. Ja. Je monies verdienen. Klinkt lekker makkelijk. Ja, toch? 50% van de MBO'ers die is niet meer van plan om voor een baas te werken, maar wilt voor zichzelf beginnen. En waar die wens vandaan komt, dat vragen we hier in Rotterdam. Ik denk dat het een tendens is onder jongeren dat ze heel graag hun eigen tijd in willen delen. En dat heeft te maken met de hele wereldsituatie, hoe dat is, dat alles is bereikbaar op alle tijden van de dag. Jongeren hebben ook het puberbrein, dat start langzamer op. En dus die hebben het echt heel moeilijk om 's ochtends vroeg op school te zijn en dan echt gewoon erbij te zijn. En dus ook een stukje creatief denken, inventiviteit en jezelf neerzetten in de wereld. Ik denk dat dat echt wel een drive is nu. Bijna 50% van de jonge mbo'ers die willen gewoon een eigen bedrijf starten. Ja, dat is toch logisch? Ja, waarom dan? Ja, dat klinkt lekker makkelijk. Ja, toch? Wat is daar dan zo makkelijk aan een heel eigen bedrijf? Nou ja, het is sowieso gewoon makkelijk, maar gewoon naar school gaan is gewoon helemaal kut. Dat is niet leuk. Weten jullie al wat jullie na de MBO gaan doen? Nou, eigenlijk wel hetzelfde ook. Gewoon even een bedrijfje opstarten. Ja, even een bedrijfje opstarten, dat is wel sneller gezegd dan gedaan. Ja. Het is vereist wel wat onderzoek, maar daar sta ik wel echt bereid voor. Heb je ook nog een idee waarin? Voornamelijk gewoon misschien iets online of ja... Dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog wel echt onderzoek in doen. Gaat mijn gezicht geblurd worden? Ja, kan als je dat wil. Graag, alsjeblieft. Maar hoe zit dat met eigen bedrijf? We kunnen blurren, maar hoe zit het met eigen bedrijfje opstarten? Jullie kunnen blurren, jullie gaan blurren. Jullie gaan blurren. Niet die jullie kunnen blurren, soort. Mensen gaan jou blurren. Ja, we gaan blurren. Ja, toch? Maar wat, ja, steeds meer jongeren willen hun eigen business starten. Hoe kijk jij daarnaar? Wil jij voor een baas werken liever? Nee, ik vind dat gewoon eigenlijk gewoon zelfstandigheid, je weet toch? Dus je moet niet bouwen op grotere mensen, op andere mensen. Je moet gewoon op jezelf wezen, je weet toch? Je moet niet afhankelijk zijn van andere mensen. Voor een baas werken, dat vinden ze ook allemaal, dat nemen ze erg zwaar. Dat is denk ik ook een stukje een autoriteitsprobleem wat is ontstaan bij jongeren. En ik denk dat er een soort van bewustzijnsontwikkeling is bij jongeren van ik wil zelf mijn eigen stempel drukken en ik ga niet doen wat jij mij vertelt wat ik moet doen. Doe het zelf wel. Misschien eerst beginnen bij een baas en daarna als je connecties op hebt gebouwd kan je misschien voor jezelf beginnen. Eerst veel ervaring opdoen en dan een eigen bedrijf starten. Ja, maar is dat niet lastig, ook ingewikkeld met de KVK? Zover heb ik nog niet in verdiept. MBO's zijn niet meer bereid om voor een baas te werken, waarom niet? Ik denk omdat ze te lui zijn. Dus gewoon je eigen ding doen, geld verdienen. Ja, voor mij is het toch wel echt meer gewoon, je hebt meer flexibiliteit. Ja, wat is het? Flexibiliteit. Ja, flexibiliteit, ja. En het is ook gewoon, ja, je kan je eigen uren bepalen. Je kan zelf alles bepalen. Het is gewoon... Je verplicht dan niemand vast. Nee, precies. Ja, gewoon een restaurantje starten is hartstikke leuk. Ja. Je monies verdienen. Ja. We willen geld verdienen tegenwoordig, hè? Ja. Ja, kijk eens aan. Het restaurantloontje komen we nergens natuurlijk. Nee, ja, inderdaad, want het loontje... waarom niet meer voor een baas werken? Ja, weet je, ik wil gewoon mijn eigen baas zijn. Weet je, ik wil gewoon mijn eigen tijden kunnen invullen en... Gewoon dikke lamberij laten, toch? Ja. Heb je nou enorm genoten van deze fantastische video? En wil je nooit meer wat missen van de mooiste omroep van Nederland? Abonneer je dan hier op dit kanaal. En like deze video als je dan toch bezig bent. Is dat lekker?